Hey, dit is Bart Valkenier van 2D3D in de school.nl en welkom bij de derde van de Hit Film Express training serie. In deze film even heel kort over twee dingen, namelijk zorgen dat jij je video's vloeiend kan afspelen op jouw computer en nummer 2 het exporteren, het opslaan van jouw film. Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde computer. De ene heeft een hele dure, de andere een heel goedkope. Maar we willen allemaal creatief bezig zijn. Nou, je hoeft niet een draak van een computer te hebben om te kunnen editen. Het kan ook op computers die wat minder leuke dingen onder de motorkap hebben zitten. Maar dan kan het wel gebeuren dat als je een filmpje afspeelt, dat het een beetje stotterig en hotterig verloopt. En dat is natuurlijk niet fijn werken. Nou, wat je kan doen, is je kan bijvoorbeeld jouw bronbestanden selecteren in jouw mediapaneel en dan doe je rechter muisknop en staat proxy en er staat make proxy en dan gaat hij vervolgens aan de gang. Nou, wat is nou eigenlijk een proxy? Hij pakt jouw bronbestand die op de harde schijf van jouw computer staat en dan maakt hij als het ware een nieuw bestandje van. En dat bestandje is kleiner en dus heel wat makkelijker af te spelen in Hit Film Express. Dat kleinere, makkelijkere af te spelen bestandje vervangt de eerste niet. Nee, het is puur om ermee te kunnen werken. En later, als je gaat exporteren, waar we het zo over gaan hebben, dan pakt hij weer de originele hoge resolutie bestanden. Hoe kun je zien dat hij bezig is? Hier zie je de processor. En hier zie je dan de clips die jij hebt geselecteerd hieruit. En vervolgens gaat jouw computer heel hard nadenken om die kleinere, lagere, handigere resolutie dingetjes te maken. Kijk, nu is hij nog maar op 1%, dus het kan eventjes duren. Hier zie je een ander filmpje wat ik eerder heb gedaan, waar ze al wat verder zijn. En nu zijn we weer terug in dit project. En uiteindelijk, als ze klaar zijn, dan zie je hier dus een playbutton staan van hey, this media has been proxied. Mooi hè? Dan volgens over exporteren. Ik ga dit eventjes annuleren. Want dat hoeven we nu niet te doen. We gaan even in de processor even uitzetten. Goed, stel je voor je hebt een hele coole film gemaakt. En dan kun je het volgende doen. Je hebt die de viewer. Zet je aan het begin. Zeg je hier wil ik mijn film starten. En hier is helemaal niks meer natuurlijk. En hier wil ik mijn film eindigen. Nou, zeg je hier dus het in- en outpoint van de viewer. Heb je hier een knopje dat je kan zeggen export in out area, wat je net hier hebt aangegeven. Of je kan zeggen export content. Dan gaat hij gewoon puur kijken van nou wat staat er op de tijdlijn. En dat pak ik als in- en outpoint en dat ga ik exporteren. Dan zeg je go to export. Dan kom je in het volgende tabblad. Hierboven vind je dan de Torrent Editor. Formaat MP4. Je kan verschillende presets aangeven. Bijvoorbeeld YouTube 1080 HD of zo. En dat duurt hoe lang dit duurt. Je kan hem hier zeggen waar je wil je hem opslaan. Spreekt allemaal voor zich. En dan druk je op de knop export. En dan staat hier, oh hier staat hij. Start encoding. En als je dat doet, dan gaat hij bezig. En kun je je film opslaan. Super cool. Nou, over Hit Film Express valt nog veel meer te zeggen. 3D hebben we nauwelijks nog over gehad. En die compositor heeft nog veel meer mogelijkheden. En omdat je met mask kan werken, ook nog veel meer toepassingen die ontzettend interessant zijn. Dus hou mijn site 2D3D in de school in de gaten. Want wie weet komen daar nog veel meer Hit Film Express filmpjes. Of ken jij iemand die al supercoole Nederlandstalige Hit Film Express 4 films heeft gemaakt? Laat het me weten en ik zet ze op de website. Of heb jij iets supercools gemaakt in Hit Film Express? Laat het me ook weten, want wie weet kom jij op de 2D3D in de school video eregalerij. Cool toch? Hey, dit is Bart Valkenier. Tot de volgende keer. Doei!